Een duel voor held op sokken Frank Slotta. Ja, heftig man. Ja, heftig. Gloednieuwe celebrations met nieuwe namen van Rutger en van Raoul. De topscorerslijst. Wat een goal. Prachtige reddingen van Noah en groot nieuws. 13 mei gaan wij voetballen in het allermooiste stadion van Nederland. Maar liefst 6 panna's. En tot slot een ode aan onze fans. Oneering! Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Als warming-up heeft Frank net een marathon gelopen. Die van Rotterdam. Blauwduim is de top zijn. Abonneer op het kanaal van Creators of Sea. Dat ziet er goed uit, hè. Dat ziet er echt goed uit. Nessie Mook, die velt zijn nagels als voorbereiding en het wordt gewaardeerd. En dan een probleem in de opstelling. Genoeg toppers over in deze waanzinnige wedstrijd met heel veel enthousiaste fans aan de kant. Het duel staat in het teken van kans voor Gambia, waar Frank zich voor inzet. Maar eerst is het tijd voor zeg het maar. Wat moet ik zeggen? Welk woord wil jij horen in de volgende video van de creators? Laat dat grappige woord achter in de comments en kom zo in een Creators FC video. Raoul en Frank hebben grote plannen. Wij gaan de laatste 5 minuten gaan we lekker in de spits en dan... Doen we een dansje. Noah, Glenn, Nessim, Ricky, Akamist, Seran, Rutger, ook in de breedte afgedekt wordt, JJ, Sebas, Johnny, Robbie, Fanboy Bobby, Roy, Raoul en Slotta. En zo wordt de officiële nieuwe WK-bal naar het veld gebracht. Ja, prachtig hè. Kijk hier hè, de blauwe lucht. Ook het fandje voor tegenstanders is nieuw. Mooi toch? En eindelijk heeft Creators FC een thuisstadion gevonden. Het werd tijd. We hoeven niet meer te zwerven, we hebben een thuishaven gevonden. Oh, serieus? Ik heb dat bord niet gezien. JSV Nieuwegein, daar spelen we voortaan onze thuisduels. Oh, dit is Creators thuis. Dus we spelen nu uit en thuis. Lekker toch, hey? Ja, zeker lekker. En dat moet gevierd worden met een groepsfoto en met mutsen. Feestmutsen. JSV ligt centraal in Nederland, vlak langs de snelweg en is ook met de bus makkelijk te bereiken. Kom kijken, het Wilhelmus klinkt voor de creators, volle tribunes en de sponsoren van JSV zijn de tegenstander. Daar staan ze. Glenn heeft nog een pet op. Gewoon gelijk scherp, ja? De grensrechter is al voor het duel geblesseerd, dat belooft wat. En ook jullie cameraman, editor, commentator moet op de foto. En dan... Let's get ready to rumble! De aftrap. En eindelijk de tijd in beeld. Linksboven, het is om vrolijk van te gaan huppelen. Bij JSV is niet iedereen gelijk scherp. We zien een rennende Robbie, hij is net speedy. En gaat ook hard met 500.000 subs op YouTube. Naar Johnny, crosspass op Seran Lekap, die om de hoek woont. En hier in Nieuwegein een hoogstaand begin laat zien. Nog een fantastische crosspass van Rutger nu. Geweldige aanname van Glenn, de voorzet. En Sebas en Nessim kunnen er net niet bij. De besnoorde Nessim. Wat een overrompelende eerste minuut van de creators. Zij weten het nu al niet meer bij JSV. Daar is Ran met een goede voorzet. En Sebas kopt tegen een hoofd aan. De voorzetten worden vanaf rechts gegeven. En dit is prima verdedigd. That's me in the corner, zegt Robbie. Hij wijst naar Raoul. En dan een doedelzakhoekschop. Niet zijn beste corner ooit. Een inworp, een klein ballenmeisje die de lengte van Robbie bijna overschat. En Robbie vindt dat niet grappig, is woedend. Dan een dieptepaas waar Noah los op kan gaan. Houdt hij voor het eerst in 6 jaar de nul in een buitenduel? Dat is de vraag. Noah? Sebas, oppassen! Hij heeft gelukkig achteruitkijkspiegels. Creators FC heeft goede bedoeling hoor. Jaagt, bikkelt, Johnny en Raoul sliding op de JSV-voorzitter. Seran. Goeie bal. Glenn heeft daar ruimte. Gelijk door naar Nessim. Die keeper. Nessim nog een keer. Aanval loopt door. Daar komt Glenn. Glenn. En ja, dat zijn grote kansen die er van achter het doel zo uitzien. En later zeker nog bijzondere doelpunten gaan opleveren. Robbie. Op Sebas.
Zijn Bas met het schot en de keeper. Daar zat een lastig stuitje aan. Bijna door zijn benen. En Sebas vond het een spuuglelijk schot. Johnny. Jaagt. Robbie. Strijdbaar en handig. En hij overleefde daar een Harry Mulesje. Een aanslag. De aanslag. Zo. Dan komt daar Rutger. Dat lijkt de ideale schoonzoon, maar is gewoon een biesje. Geeft hier zijn tegenstander zwemles. Raoul, goed voor zijn man. Naar Robbie. En die wordt heel kort gedekt. Dan wil Seran gehakt van zijn tegenstander maken. En is het Akamist die op techniek scoort. En bij JSV een meisje in de basis. Deze Jasmila. En dan Raoul, die de bal bijna raakt. En Mike, die de ballenmeisjes achter het doel laat schrikken. Dan, JJ, die galant doet. Alleen tegen dames, want dat is een man, denkt hij. Dan gaan we, en dat ook. En zo kennen we hem weer. Daar is debutant Bobby, zijn dochter is groot creators fan en gaf haar vader op als speler. Raoul verslaat die paardenstaart in het luchtduel. En Joris stuurt zo een tegenstander het Sprookjesbos in. En gaat dan even lekker combineren met Glenn. Dit zijn leuke driehoekjes. En leuk ook dat Roy zo'n vader van een fan mee laat doen voor een keertje. Als fan kun je ook proberen mee te doen. Ja, dat zou natuurlijk te gek zijn. Glenn, die is gek op wippertjes. Raoul gaat diep, heel diep, maakt zijn meters. En Robbie heeft daar veel waardering voor. Het gekke sprongetje van de eerste helft is van Johnny 500. Zo. Dan een kale koppenduel met JJ. Die gaat in de achtervolging. En moet het dan gaan opnemen tegen twee JSV'ers. En hij neemt de overwinning maar mooi mee naar huis. Nessim. Die brengt die keeper in stuitligging. Roy is nog onzichtbaar trouwens daar in de spits. Mag Roy alleen op kleinveld meedoen? Zegt ex-prof Diba. JJ, voetje in de lucht nog. Sebas. Robbie koppend. Johnny. Johnny. Nessim. Glenn. En 1-0. Of 0-1, het is maar hoe je het bekijkt. De creators op voorsprong dankzij Glenn Helder die de credits weggeeft. Goeie pas van Johnny. Lekker zin. Ja, lekker. Glenn die aan de alleskunner Vips meedeed en daar op de lijn bijna nog met een zwaaien ingestopt. Nou ja, het was wel een beetje een hotte totte schot. En op hoeveel goals staat Glenn nu? Dit is de topscorerstand die jullie zo graag eens wilden zien. Daar gaan we. Roy scoorde 10 keer in 6 jaar uit 15 strafschoppen. Vincent en hoe dan? Matty staan op een 11 goals. Glenn en Luca en Rutger op 12. Nick op een zieke 16. En topscorer is Arsenio met maar liefst 27 goals. En daaronder deze twee. Wat is jouw favoriete speler eigenlijk? Vervolgens Sebas met een heerlijke koekoek. Zij zijn goed gemutst. De tegenstander zegt, ben je nou helemaal betoeterd? Want dat was er eentje hoor, een koekoek. En dat industrieterrein bestaat echt in Nederland. JJ op zijn JJ's. En die is dan verbaasd dat dit een vrije trap is. Dan die Bobby. Die mag nooit meer meedoen, want die probeert mij als cameraman te raken. Scheelde weinig. Noah met een geweldige trap. En de aanname ook goed van Robbie. Heerlijk, Noah die met zijn Kelly keek wie het langste kon blijven liggen met een wijnglas op je hoofd. En hij met de hand in zijn zak vlaggen, chill. JJ houdt zijn tegenstander vast. Ook dat is geen geel. En hij schopt hem nog even van achter voor de zekerheid. Vrije trap. Hey Sebas! Ik heet ook Sebas! Nou, wat een toeval. Dan die vrije trap is een typisch geval van... Noah, bijna op zijn verkeerde been. Ja, bij JSV een paar gasten die goed hebben kunnen voetballen in de vorige eeuw. Fantastische ballenmeisjes bij JSV, maar zelfs die maken wel eens foutjes. Akamist is populair, bij de meisjes ook, maar schudt ze zo af. Half uurtje gespeeld, dit is Anouar Diba, die daar, door de as. Die moet dicht zijn, goed steekpaasje, Dennis 1-1. En daar gaat hij weer, die 0. Weer niet gehouden door Noah, hij kan hem wel mooi in de lucht tekenen. 1-1, doelpunt tegen Noah, kon daar, zoals wel vaker, weinig aan doen. Maar wel weer die tegengoal. Raoul. Natuurlijk op Robbie, maar het gras kietelde hem onder de oksels.
Glenn. Richting Johnny. Zo, die komt net wat tekort. Een centimeter. Slim ook om daar voorin Robbie en Johnny te hebben. En dan hoge voorzetten te gaan geven. Wel goede voorzetten. En Johnny blijkt een echte klimaap. En heeft een goede verklaring voor het missen van die kans. Luister maar. Hij kan niet koppen. En Glenn denkt, hij pikt dat. Dat is ploeggenoot om voorzet op te geven. Johnny, Robbie. Johnny, gestopt. Zo, wat een kans zeg. Hier de herhaling daarvan. Die keeper gooit zich ervoor en deze aanval loopt door. Met dus daar voorin het halve wegkoppen. Robbie nog steeds en het volgende schot. Robbie, Glenn. Krijgt hij hem voor weer? Glenn, de actie. Hij schiet zelf. Oh, op de paal zeg. In diezelfde actie een tweede slow-mo. En ook dan loopt de aanval nog door. En de kansenregen. Want weer slecht uitverdedigd. En weer Glenn daar op die linkerkant. Moet nu verder naar buiten. Krijgt hij hem nog voor. Actie. Komt hij. En weer de lucht ingekopt in plaats van weg. Keeper komt de lucht niet in. Stond wel half en dan het doelpunt. Nee, hij was naast. Geschoten door Rutger. De aanvalsgolven van de creators leiden niet tot de 2-1 hier. Het is tijd voor de volgende koekoek. Direct gevolgd door de derde. Let maar op, daar komt hij. Hier. Heerlijk. En de aanval loopt door met Sebas. En die loopt zich dan vast. Robbie kan die gaan schieten. Ja, dat kan die. Maar die schiet vooral een fotograaf daar achter het doel. Bijna zijn hoofd eraf. En werd ook afgeleid door een kleurrijke vogel daar achter het doel. Rutger. Roy heeft zichzelf erin gebracht. Wordt hier aangespeeld. De schiet graag Roy. Stevig blok daar. Roy, die rommelt zich ruimte. Rutger, dat zijn een hoop R'tjes. Komt er ook een doelpunt. Rutger. Schiet een tegenstander omver. Ook JSV heeft een kale kop voorin nu. Eentje die hiervan baalt. Joris probeert de bal lek te trappen. Dat lukt niet. Hij kan door. Joris, Akamist. Het blijft spannend hoor. Glenn. Lekker meegegeven op Rutger. Die wees al. Kreeg hem ook. De actie en raak! Die zit er hatsenflats goed in hoor. En daar komt hij. De flip. Plus Su. Een nieuwe celebration, deze combi. De Flip Su is geboren naar dit doelpunt. Heerlijk. En hij had het in de warming-up al zo beloofd. Als ik score. En hij houdt zijn belofte. Dit is hem, de Flip Su. Naar dat doelpunt met zijn boterbeen. Zijn linker. En hij staat erbij en kijkt ernaar. Let's go. Rutger staat daarmee derde op de creators topscorerslijst. 2-1, vlak voor rust. En daar die doelpuntenmaker. En JSV wil hier een strafschop, maar dat is gewoon geweldig verdedigd gearresteerd door Bobby. Robbie nam hem aan met zijn brede borst. Mooi duel. En Robbie geeft zijn tegenstander zwemles. Rutger. Nog zo'n lekker duel. Rutger, de actie. En dan ook het schot. Jawel. Het schot van Rutger tegen ploeggenoot Johnny aan. Lekker dan. Is een paas door de as. Daar kwam vorige keer dat doelpunt uit. Nu is daar Noah met zijn fabelachtige techniek. Glenn. Als Robben. Gaat binnendoor. Je weet dat het gaat komen. En ken jij iemand die 50 plus is en dit nog steeds kan? Glenn Helder, eeuwig jong. En wisten jullie trouwens dat Asensio een Nederlandse moeder heeft? Glenn met een hoekschop. En Roy tegen het gras. Was dit een strafschop? Even kijken. En daar gaat Roy neer als een vallende ster. Glenn. Vanaf eigen helft. Kijkt. Glenn. Steekt hem. Johnny. Robbie. Zelf. Keeper. Glenn nog. Ja. Nou, dit is een typische FC Chaos aanval. En die keeper maakt zich drie keer XL breed. Gooit zich voor die schoten. En houdt Creators FC van het doelpunt af. Noah heeft nog nauwelijks hoeven te duiken. Maar dat moet hij wel doen bij dit schotje. En dan is het rust.
En is dit de pauzeact? Gevolgd door een keepersfoutje en daarna een schavelbehandeling. Even kijken, wie is de Robbie? Ben je het vaccineren of smeren? Ja, dan ben je weg. Ja, verpleegster Robbie komt wel even liefdevol wat vaseline zacht smeren op die open wond. Oh, maatje! Er is maar liefst €6500 opgehaald voor Slotta's Kans voor Gambia. Prima bedrag. Fantastisch bedrag opgehaald. En daarvoor wil ik jou hartstikke weer bedanken. En je kunt nog doneren of je ouders vragen om dat te doen. Ja, doneerlinkie of gewoon kansvoorgambia.nl. En daar kun je ook doneren aan de stichting zelf. Frank gaat zelf spelen de tweede helft, maar schoenen vergeten. Ja, en nu? Ook bij Noah gaat het over materiaal. Dames en heren, normaal gesproken speelt de keeper met een petje met de zon. Maar ik heb het anders, jongens. Dit is het. Ik heb een uitvinding, de zonnebril. Zo handig. En de aanvallende bedoelingen van Creators FC worden bij de aftrap gelijk zichtbaar door Roy. Dit wordt een waanzinnige tweede helft. Ze zijn in vorm. Maar Glenn denkt dan dat dat de scheidsrechter is. Ja, vroeger waren die allemaal helemaal in het zwart. Nu is daar een counter. En gaat hij het van heel ver proberen. En Noah gaat met sprongen vooruit. En zij poetst haar tanden langs de lijn. Ja, tuurlijk. Ook de tweede helft is het hard. Met hier Sebas, zijn beuk. JSV dringt aan. De voorzet. Het schot. Noah met modieuze zonnebril nu. Ingevallen bij JSV is Kevin, aanvoerder van het eerste. En die kan wel wat. Overschieten bijvoorbeeld. Bij JSV nu twee meisjes. Erika is erin gekomen. En die Erika krijgt hier best wel een kansje. Dan schoppen supporters elkaar bijna tegen het gezicht aan de zijkant. En Raoul met het rustig opbouwen. Dan staan er gelijk vijf XXL-mannen klaar om in te vallen. Maakt Noah de fans gek. En Raoul in duel met dat meisje bijna gewonnen. Oh, lekker paasje. Dit is Leon, geen rugnummer. Moeilijk te verdedigen dus. Geweldige redding van Noah. Lopje richting honkbalveld. Noah redt de creators. Dankzij natuurlijk die snelle planken. Glenn, nog steeds in de war. Wie is er nu de scheidsrechter? Nou, dit helpt dan ook niet. Rutger. En Seran La Kap met een karatekap. Diepe bal. Gevaarlijk. Noah schiet hem naar zichzelf uit. Wat is die snel met die bril op, Noah? En wat nu? Let op. Raoul maakt daar bijna Hens. En die gaat hij later daar maken. Akamist. Op Johnny, die heeft Akamist video's gekeken, doet dit goed nou hoor. Uitstekende actie. Er wordt drink aangeboden aan die grensrechter. Dat is een grensgeval. Die is aan het bier tijdens de wedstrijd. Johnny wordt hard aangepakt. En Johnny met een vrouwelijke koekoek om de oren. Maar wel bal veroverd. Glenn. Glenn en dan een soepel 1-2'tje. Glenn. Weer voorgeven. Nee. Geblokt en keeper onderuit. De counter. En we zien dan de kracht van Akamist. Die dat duel in zijn voordeel beslist. Handtekeningen uitdelen tijdens de wedstrijd. Dat zie je alleen bij de creators. En Raoul maakt hier ineens zo Hens. Maar hij komt ermee weg. Bal te zacht. Johnny kan de bal zelfs met zijn keel aannemen. En dan zien we weer die Kevin. Dat is een goede bal op Jeffrey. En de 2-2. Oh, Creators FC is 15 duels ongeslagen. Al meer dan een jaar, maar blijft dat zo? Nog een kort wedstrijd. DJ Johnny er goed tussen. Hier zit muziek in. Glenn? Glenn Helder zelf, nee, naar Nessim gestopt. Nessim? Johnny? Johnny? Daar komt ze ran en... Lat! Ja, die keeper doet niet aan springen. Steekpaasje goed. Voorzet Raoul. Bijna in eigen doel. Er wordt slecht omgeschakeld voorin, vindt hij.
En woede met heel veel gevoel. Arsenio is erin gekomen. Arsenio met een spierscheurtje speelt hij. Typerende actie, maar naast. Door de topscorer. Arsenio laat twee staarten wapperen. Johnny, geen buitenspel. Seran, oh, bal verkeerd op het hoofd, is koppen. Raoul in een sprintduel. Gilletjes van de kant, Raoul doet dit slim. Nou, ja, toch. En de krijslijsters zijn vroeg dit jaar. Ingooi en Seran met een geweldige strakke hakpaas. JJ. En Nessim scoort bijna abnormaal. Met een halve omhaal. En hij kijkt dan hoe lang nog, maar hij heeft geen horloge. JJ wordt gekoekoekt. En Noah lost dat zo op. Door een tweede bal juist nu in het veld te gooien. En daar schrikt JSV van. Kijk maar, Noah, de ballen, zegt hij. Ook een slimme manier van verdedigen dit. Alles voor de punten. Het staat goed achterin. Die zonnebril dan, bij Noah. Counter JSV. En Noah. En let op JJ, daar links. Die is nu even wat minder galant. Omdat het er nu echt om gaat. Iedere diepe bal is gevaarlijk. En bij deze gaat er weer iemand neer. En nu is het een vrije trap. Rutger ramt die zwarte rakker in de rug. En vervolgens zien we dan Diba, die ex-prof, achter de bal. Heeft lang bij NAC gespeeld. En Palia! Tja, die trap heeft hij nog steeds. Dit is mazzel hoor, voor de creators. Rutger ziet daar iemand voorbij komen glijden. En afglijden. Dan is dit een bijzondere truc, zie je JJ ook denken. En ook deze supporter vraagt zich af, nou, wat is dit? 5 minuten nog, wie gaat dit winnen? Daar komt JJ, dat was JJ. 3 minuten nog. Robbie schakelt naar zijn 3, naar zijn 4. Geen 5, wel kijken. Afspelen, Johnny. Johnny! Oh, 3-2! Zo, die zat er hatsenflats goed in, zeg. In de kruising. Doe het voor Gambia. Hij doet het voor Gambia. Vlak voor tijd. Assist Robbie. Wat een heerlijk doelpunt zeg. Wat een goal van Gijs. Niet normaal hè? Nee, met Johnny 500 km per uur minstens schiet hij hem erin. Mooi goal Gijs, maar jammer van die pannen. Maar wel mooi 3-2 voor de creators. 88ste minuut. Alles of niets nu voor JSV. Maar dan moet je eerst Raoul voorbij. En dan Bobby. En Arsenio. En dat is kansloos. Voor de extra speeltijd en extra kijkplezier valt Ilse van het vrouwenteam bij de creators nog even in. Ter herkennen aan de lange broek, lange blonde haren. En het feit dat ze het enige meisje is. En goed doorjaagde Arsenio nu. En via de keeper en de lat. Johnny, weer die keeper. Sebas, ook niet. Goh, wat een kans. En mijn visual zegt, ik mag het licht belasten. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Maar zelfs licht belastend is die steengoed, Arsenio. Wat een schot. Vervolgens wacht Johnny eigenlijk net te lang. Had hij hier misschien wel moeten voleren. En daarna Sebas. En die zit er dan voor paal. En die baalt. Dus aftellen met Rutger. En het eindsignaal. En dan zien we het meest actieve moment van Frank. Zijn klappen, daar in de middencirkel. De volgende keer zou ik iets beter zijn. De fans zijn in ieder geval tevreden. Het is tijd voor de selfies en hilarische interviews met groot nieuws. En daarna een ode aan jullie. Wie herken jij dan? En een toetje van Slotta. Blijf dus kijken. Goed gespeeld. Zeker goed gespeeld. En abonneer je, want we gaan heel graag naar de 200k. 13 mei gaan wij voetballen in het allermooiste stadion van Nederland. Ah, de Kuip. PSV stadion, man. Let's go, Philipsstadion. Dat is toch geweldig? Nee, Spelenwijk. Nee. Mario Götze. En dan ben ik ook nog eens man of the match geworden. Dank jullie. Bijna. Met zoveel publiek dat staat te shinen. Ja, dan doet het gewoon zeer aan je ogen. Dus dan kan ik gewoon betere zonnebril doen. Ja, heftig man. Ja, heftig. Er kan maar één iemand echt de man of the match zijn. En dat is degene die hem gewoon eventjes in de allerlaatste secondes erin prikt. En dat is niemand minder dan Gijs Johnny 500. Hey! Zijn we dan? De jury heeft besloten dat Rutger het is geworden. Ja, zoek het uit.
niet normaal. Ik dacht, ik neem gewoon even rustig een bal aan. Zelfs dat deed pijn. Man of the match, maar dat wist je stiekem al. Ja, echt zo? Ben je serieus? Ja, maar dat komt alleen omdat Gijs al in de kleedkamer is. Oh ja, nee, oké, thanks, gast. Yes! Yes! Kijk hem dan. Eindelijk! Ja. Mevrouw, ik ben bezig met een interview. Drie dribbles eigenlijk skills. 99, nou, hé, dankjewel. Yes! Leuk dat we Frank ook veel hebben gezien vandaag. Ik ben echt helemaal kapot. Check de video op mijn kanaal. Sowieso. Spelen we een keer een wedstrijdje voor je, kom je pas in de tweede helft aankakken en speel je ook nog maar 10 minuten. Omdat je een marathon hebt gelopen. Nee, ja. 22 april gaan we voetballen in Velp. 22 april is een wedstrijd voor Kika. Bij mij in de buurt. Nou ja, ik was dus nog nooit bij jullie bezig kijken. Ik vind dat jullie het echt goed doen. Mand! Hé, maar je hebt iemand meegenomen. Ja, de toekomstige mannencreator, denk ik. Nee, je niet. Zou mij veel sneller bijhalen. Maar tering Jantje, ik dacht ik ga er nog even in. Eén sprintje. Alles deed pijn. Ik zag je. Hé, hey, kan je een beetje voetballen? Ik kan denk ik een beetje voetballen, ja. Een beetje is genoeg bij ons. Laatst hadden we een post geplaatst. Nou, dames en heren, die Instagram ontplofte. Ik heb je nog een schientje gescuurd. Nee, ja, dat klopt. Hoe dan? Die foto was natuurlijk ook wel leuk. Hé, hey, voorzitter. Bij deze... Super tof dat wij als creators hier mogen spelen, want we hebben altijd veel plezier. Dus hartstikke bedankt voor het doneren en voor de mensen die gekomen zijn. Uniek. Echt uniek. We voelen ons hier zeker thuis als het namens creators. We zijn ook heel blij met jullie hier. Mensen, bedankt voor het kijken. De groeten, de ballen. Volgende keer zal ik iets beter zijn en zal ik weer de nodige mensen omschappen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Het grote publiek en Stichting Kans voor Gambia wel voor gevoel. We zijn de grote winnaars. Ik ga nu op de bank liggen. Lekker. Kijk dan hoeveel blije gezichten op die van die kinderen, hoeveel glimlach. Ja, kijk, daar doe je het voor. Ik duik. Dat hij hem op zijn hoofd laat vallen en dat hij zo het netje inrolt.